Welk schilderij zal ik kiezen bij deze video? Deze? Of toch die andere? Deze? Deze? Dan deze. Keuzestress. Volgende week zijn de verkiezingen. Weet jij het al? Ik heb intussen wel 3 stemwijzers gedaan, maar ik denk dat ik er wel uit ben. Eigenlijk moeten we iedere dag kiezen. Met welk been ben jij uit bed gestapt? Hoi, ik ben Astrid Moors. Ik ben van de Visuele Orde. En over kiezen heb ik een schilderij gemaakt. Spoiled for Choice. Waarin je zoveel te kiezen hebt dat het je lam legt. Dat je niks meer doet. Dat je gaat hangen op een bankje. En op je telefoon kijkt. En gaat hangen op een bankje. En op je telefoon kijkt. En gaat hangen op een bankje en op je telefoon kijkt. In dit werk hangen ze ook op een bankje. En één daarvan kijkt op zijn telefoon. Read the fucking manual heet dit werk. RTFM wordt gebruikt op fora. Als je een vraag stelt waarvan je het antwoord had kunnen weten. Als je de handleiding had gelezen. Het gaat over een tussenmoment. Dus hiervoor gebeurt wat, daarna gebeurt wat. En je kunt zelf het verhaal erbij invullen. Misschien gaat het over de relatie tussen de mensen die je ziet. Misschien ook niet. Volgende keer zal ik voor jullie het werk Are You Sure? Opbouwen. Het is een interactief geprojecteerd werk. En het gaat over de lijstjes die je maakt als je moet kiezen. Dus de voor's en tegens. Wat als je de keuze hebt gemaakt? Wat zijn de consequenties? Dus die ga ik jullie volgende keer laten zien. Dus abonneer je en dan kun je het volgende filmpje zien. Dag, leuk dat je keek. En voor nu ga ik nog even twijfelen. Deze? Of toch die andere? De roze? De turquoise? Keuzestress? En succes hè, volgende week met kiezen. Thank you.